Woensdag 19 september aanstaande is een belangrijke dag in de Europese Unie. We staan dan stil bij het belang van de verkeersveiligheid. Op de European Day Without a Road Death, de Europese dag zonder verkeersdoden. Ieder jaar betalen meer dan 25.000 mensen in het Europese verkeer de prijs van hun leven. En worden even zoveel zwaar gewond. Dat moet stoppen. De verkeersveiligheid is van groot belang. In de publieke ruimte dienen we elkaars als verkeersdeelnemers te respecteren. Dat betekent geen alcohol en drugs in het verkeer, geen mobiele telefonie in het verkeer en geen snelheidsovertredingen.